Fijn dat u kijkt bij deze online talkshow over sociaal en gezond ouder worden. Gesprek over ouder worden, daar hebben we het deze ochtend over. En aan het eind van de ochtend krijgen we als goed is de samenvatting van de dag. Maar dan toch op een hele inspirerende, mooie muzikale manier. Past toch ook even bij het thema van de dag. Maud Wilms is liedjesmaker, zoals je het zelf noemt. Ik zei ouderwets singer-songwriter, maar dat is helemaal niet ouderwets misschien. Het kan allebei. Het mag allebei. Ik vind het prima. Ja. Jij gaat op jouw manier deze ochtend samenvatten. Hoe ben jij zelf bezig met ouder worden eigenlijk? Je bent zelf ook een hartstikke jonge vrouw natuurlijk. Ja, ik ben 38 en ik ben niet bezig met ouder worden, maar misschien na vandaag wel. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Dat ik denk, ik moet nou toch misschien alles een beetje gaan bedenken. Wat's next? Ja, kan ik me voorstellen. En dan in je omgeving dan, of net zoals Roel ook zegt, met je ouders bij daar misschien mee bezig. Of je kijkt een beetje naar hoe je ouders daarmee omgaan in deze tijd. Ja, die zijn er wel bewust mee bezig. Die zijn nu halverwege de 60, maar staan allebei nog wel midden in het werkende leven. Dus dus dat speelt. En tegelijkertijd zijn ze wel aan het bedenken van en hoe gaan we dat invullen? Dus dat kan ik een beetje van de zijlijn wel meevolgen. Dat is mooi. Jij gaat zo meteen tekst schrijven, want je luistert mee. Ja. Heb je nu al wat opgeschreven uit het eerste deel al? Ik vond die de wereld zo groot mogelijk houden. Dat vind ik een hele mooie. Ik denk dat die heel beeldend is ook. En tegelijkertijd ook, dat zou zo'n one-liner kunnen zijn. Ja, de wereld zo groot mogelijk houden is een mooie inderdaad, ja. En we gaan je af en toe ook horen, hè? Want je gaat af en toe ook een beetje muziek maken. Dus als je dan af en toe thuis denkt van wat hoor ik toch eigenlijk voortdurend? Dat is dan Maud die alvast een beetje aan het oefenen is met het stuk dat ze gaat spelen. Tot slot, hoe ben je zelf bezig met gezond en vitaal leven, waar ik zo meteen over praat? Ik ren 2 keer per week. Ik probeer elke dag te wandelen. Dat lukt niet altijd, maar toch wel flink. Ja. En anders ben ik ook niet geen leuke Maud. Dat is wel echt wel net als wat net genoemd, dat is heel belangrijk voor mij. De leuke Maud heeft afschakeling nodig. Precies. En even er tegenaan. Mooi, even er tegenaan. Dat is een mooi bruggetje. Dankjewel. Veel succes jij in de komende 2 uur. De echte slotwoorden, en wees gelukkig, die krijgt u vandaag van Maud Wilms. Nog een mooie dag, Maud. Mijn oude dag schuif ik liever voor me uit. Ik heb geen zin om na te denken over dan. Er wordt voor mij gezorgd, dat ligt toch voor de hand. En ik leef nu en daar geniet ik zoveel van. Alleen de jaren die gaan tellen, al blijf ik voor eeuwig jong. Dus hoe voelt het als ik eens verken? Wat wil ik worden als ik later? Wat wil ik als ik later oud ben? Wie wil ik om me heen? Hoe leef ik als ik later oud ben? Ik wil zelf bepalen voor de tijd me zal inhalen. En juist daarom leef ik ongeremd. Dat wil ik. Dat het anders loopt en ik verlies de grip. Ik zit er middenin, maar waar zit dan mijn grens? Als ik je zoek, kan ik je vinden. En als het niet meer gaat, past dat besluit dan wel bij mijn eigen wens. Als de jaren gaan tellen, maak de wereld groot. Hoe zou het zijn als ik dat plan? Wat wil ik als ik later groot ben? Oud ben. Wat wil ik als ik later oud ben? Wie wil ik om me heen? Hoe leef ik als ik later oud ben? Ik wil zelf bepalen voor de tijd me zal inhalen. En juist daarom leef ik ongeremd. Wat wil ik? Sta je stil of kom je in beweging? Wat wil ik als ik later oud ben? Wat wil ik
als ik later oud ben? Wie wil ik om me heen? Hoe leef ik als ik later oud ben? Ik wil zelf bepalen voor de tijd me zal inhalen. En juist daarom leef ik ongeremd. Oh, dat wil ik. Dat wil ik als ik later oud ben. Dankjewel.